Het is vandaag 12 april 2022 en vandaag viert Disneyland Parijs zijn echte 30ste verjaardag. Bonjour. Merci. Bonne journée. Have a good day. Thank you. Hi. 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 In Disneyland Parijs. Echt fantastisch! Ja, dit is natuurlijk. Tijdens de heropening heb ik dit meegemaakt vorig jaar. Wat een sfeer met alle castmembers, alle bezoekers. Echt fantastisch. Vandaag een speciale 30-jarige parkmap. Met de parkmap uit 1992. En dan kan je hem openen. En dan heb je de parkmap uit 2022. Heel tof gedaan. Er is geen show. Ze hebben ze juist omgeroepen. Er stond, iedereen stond te wachten. Er waren Disney-figuren op de podiums, maar dat waren blijkbaar alleen maar voor fotomomentjes en mediamomentjes. Iedereen stond te wachten en toen dachten ze van, oh shit, ze denken dat er een show komt. Dus toen is er omgeroepen dat er geen show komt. Een beetje lullig. Iedereen stond te wachten. En toen dachten ze, oh shit. Anyway, Disneyland Parijs is vandaag 30 jaar geworden en de ambiance in het park is fantastisch. Goed. Tijd... om lekker de rest van het park te kennen en natuurlijk alle 30-jarige sociale dingen die ze hebben. Ja, een volle dag hier in Disneyland Parijs in ieder geval met zat om te doen. Het is heel erg druk in het park, maar dan ook echt heel erg druk. En ja, ik heb er zin in vandaag, want Disneyland Parijs wordt maar één keer echt 30 jaar oud.
hebben natuurlijk dadelijk de nieuwe paradeshow Dream and Shine Brighter. Dat is een parade die 4 keer per dag wordt uitgevoerd op Central Plaza. Met diverse Disney figuren op een groot plein met vuurwerk en de wagenslijden rond. We hebben hem nu al 2 keer gezien. Het is best wel een leuke show. En natuurlijk in de avond is het Disney Light voor Disney Illuminations. De nieuwe drone show van Disneyland Parijs. Die er echt fantastisch mooi uitziet. Wat een magische show. Ik heb hem 3 weken geleden een keertje gezien. Gisteren heb ik hem gezien. Magnifiek is die. Echt wat een Disney magie als dat 30 logo verschijnt midden in de lucht. Oh, prachtig. Die gaan we vanavond ook gelukkig nog zien. En voor de rest gaan we vandaag gewoon lekker het park bezoeken, feestjes. Ik ben vandaag met Rogier in het park. Het is voor hem de eerste keer in Disneyland, dus dat is altijd heel erg leuk. Als je met iemand voor de eerste keer bent. Ja, gewoon heel erg zin in vandaag. En ja, alle extra festiviteiten voor de 30ste verjaardag, dat is alleen maar een hele mooie plus. Het is jouw eerste keer Disneyland ooit. Ja. Wat vind je van het park? Nou, zich best wel. Beter dan ik had verwacht. Ja, het is boven verwachting. Ik had verwacht dat het wel heel commercieel zou zijn. Dat is het ook, maar anders. Niet hinderlijk commercieel. Wat is je favoriete attractie tot nu toe? Mijn favoriete attractie? Nou, eigenlijk is het dat gekke 3D-ding. Maar dat mag ik waarschijnlijk niet zeggen van de meeste fans. Maar dat doe je? Ja. Nou, dat mag toch? Een prima attractie. Nou, het ding is, dat is vrij uniek. Het is niet iets wat ik eerder gedaan heb in mijn leven, dus... Ja. Nou, dat kan. Dat is op zich geen slechte attractie. Niet iets, nee, nummer 1, maar... Je kan jezelf er echt in verliezen. Dat is het leuke aan die attractie. Dat heb je bij de meeste attracties niet. Van Star Tours, waar de wachtrij op zich al wel meeviel. Ik denk dat we er met 15 minuutjes in zaten. Gaan we door richting Hyperspace Mountain. Hyperspace Mountain heeft natuurlijk geen traditionele Fastpass meer. En ja, sindsdien hebben ze hier een zeer groot wachthok gebouwd. Tijdelijk extra op de oude Fastpass machines hier. De huidige wachttijd staat aangegeven op 1 uur. Nou, gezien de mensenmassa hier buiten de normale wachtrij vind ik dat zeer knap. Godzijdank heb ik een tijdje geleden een gratis Fastpass gekregen voor 2 personen. Dus wij mogen gewoon... Heel lang, ga je lekker overslaan. Tijd Hyperspace Mountain via de Premier Access te doen. Premier Access is het nieuwe Fastpass systeem van Disneyland Parijs wat ze sinds dit jaar hebben. Helaas is de normale Fastpass weg. Aan de ene kant vind ik het wel jammer dat de normale Fastpass weg is. Aan de andere kant, op niet hele drukke dagen zoals vandaag, is het alsnog goed te doen. Dat dit nu 1 uur is, nou, dat zou vroeger echt 2 uur geweest zijn. Minimaal of 2,5 uur. Dus ja, aan de ene kant... Is het jammer dat Fastpass weg is, want je kon er best wel handigheidjes mee doen als je er makkelijk mee kon omgaan. Aan de andere kant, dit is duidelijker voor de normale bezoeker. En de Premier Access wordt niet heel veel gebruikt. En als je hem gebruikt, moet je er flink voor betalen. Want zo'n kaartje, is digitaal dan, kost 18 euro per persoon vandaag voor Hyperspace Mountain. Voor 1 ritje overslaan, dus dat is flink duur. Wil je merchandise kopen van de 30ste verjaardag, dan moet je hier bij Flora's wezen aan het begin van de Main Street. Hier is het altijd heel erg druk, momenteel helemaal. Hier hangt in principe ja, alle 30 jaar merch. Vliegt echt de schappen uit. Ik ging vanmorgen voor het speciale shirt van vandaag. Dat was kansloos. Ze hadden alleen nog XS'jes en een S'je. Nou, daar pas ik zeker niet in, dus die heb ik helaas niet laten schieten. Ze hebben chocolaatjes tot een groot beeld van Mickey. Die is 119 euro. Maar die persoon hiervoor zie je speciale loungefly-tassen. Nou, die zijn lang en breed uitverkocht. De zeepjes die zijn ook uitverkocht. De spillenjerseys ook. Alleen het standaard spul, dat heb je zeg maar nog
Dat is wel jammer dat het allemaal zo snel uitverkocht raakt. Dat het eigenlijk niet verkrijgbaar is voor iedereen. Je moet echt een fan met een abonnement hier in de buurt zijn. Van deze mock-up zou ik ook wel leuk. Die heb ik thuis al. Die heeft het 30 jaar logo in het handvat zitten. Zoals je ziet. Ja, vond ik een origineel handvat. En ja, alle basic souvenirs die hebben ze in principe nog wel. Het is echt heel erg druk hier. Diverse oortjes. Mickey truien. T-shirts, die ik zelf ook aan heb momenteel. Vliegen echt schappen uit. Hier was zoveel commotie over. Met een aankondiging dat de Tower of Terror bijna weg zou gaan. Maar dat was gewoon een telefoonhoesje, de Rhino Shield. Kost slechts €40 voor een telefoonhoesje. Dat is erg duur. Ik vind de t-shirtjes wel meevallen. Die zijn bijvoorbeeld €23. En de oortjes die zijn ook €23. Truien die gaan momenteel voor... Waar is het prijskaartje? Helemaal aan de binnenkant zit hij. De truien zijn €15. Uiteraard zijn er ook diverse snacks zoals hier bij Market House Deli. Je hebt de Celebration Mickey Sandwich. En je hebt hem ook met groenten. Je hebt natuurlijk de diverse cookies, waaronder de grote shortbread bike met zo groot als je hoofd. Kost wel €12. Mickey beignets, diverse mugs. Ja, allemaal heerlijk lijkt me. Tijd om het eens te proeven. Market House Deli ga ik voornamelijk heen voor de heerlijke croque monsieur tosties die ze hier hebben. Die hebben we zojuist gegeten. En kan er één koekje, die kan er wel vanaf daarna. Wat een mega koekjes verkopen ze hier in Disneyland Parijs. Wat een mega ding. Hij is letterlijk groter dan mijn hand, dat koekje. Ja, dat vind ik tof. Vind ik humor. Hij is echt wel lekker. Het is een soort boterkoek. Zit verder geen vulling in of zo. Het is gewoon een groot koekje. Is of het de prijs van €12 waard is? Nou, niet helemaal. Het is wel heel veel koek voor je geld. Maar 250 gram is het namelijk. Maar het is wel heel instawaardig. Dus als je dat leuk vindt, dan kan je hem kopen. Ik heb hem niet opgekregen. Dus voor later vandaag nog een halfje. Vind jij dat er nu van hier in Disney? Ja, wel een barretje toch? Niet last van de drukte vandaag? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was al ingesteld op drukte, maar het is toch wel iets meer drukte dan ik verwacht. Ik had dit ook niet verwacht. Dit is de meeste drukte die ik denk ik in de afgelopen 4-5 jaar in het park heb meegemaakt. Nou, ik moet ook eerlijk zeggen, ik had zo'n drukte, een beetje festivaldrukte verwacht. Maar dit is drukker dan dat. Dus ik niet echt... Het is flink vol in ieder geval in het park hier. Maar ja, goed, het is de 12 april. Ik had drukte verwacht. Misschien niet zoveel als vandaag. Maar kom gelukkig vaak zat in dit park dat ik drukte niet erg vind. Ik vind het wel een beetje jammer voor Rogier. Die is hier voor het eerst en die heeft nu bijna alles wel een keertje gedaan. Maar heel veel herritjes gaan er niet in zitten. Maar ja, goed. Ik zou eigenlijk nog wel een keer een, weet dat ding nou? Het vogelrok-achtige ding. Hyperspace Mountain. Ja. Nou, dat iets beter dan vogelrok is. Het moet hopelijk nog wel goed komen dat hij vanavond ietsje rustiger wordt. Want na 7 uur wordt het wel rap rustiger. Gisteren hebben we Phantom Manor met 5 minuten gedaan. Hebben we Pirates of the Caribbean met 5 minuten gedaan. Indiana Jones met 5 minuten. En het zijn allemaal attracties waar nu 3 kwartier tot 1 uur voor staat. De parken zijn vol, maar dan ook echt vol. Een bord dat we een hele lange tijd niet meer hebben gezien. Zeker niet sinds de coronabeperkingen eraf zijn. Maar natuurlijk ben ik wel blij voor het park dat het zo goed loopt natuurlijk. Want ze hebben natuurlijk 2 beroerde jaren achter de rug. Het is alleen maar tijd dat er heel veel bezoekers weer naar Disneyland Parijs komen. En ja, natuurlijk was een dag zoals vandaag te verwachten dat het gewoon heel erg druk was.
We zijn er bij Cars Roadtrip. 5 minuutjes wachten, zelfs op deze dag is het hier nog niet druk. Natuurlijk het eerste deel van de uitbreiding van de Walt Disney Studios, waar ze hier achteraan het werk voor zijn. Het laatste is er een nieuwe concept arts. Van het nieuwe restaurant zijn er bekendgemaakt. Er zijn bouwfoto's van Frozen. Ze gaan bijna verticaal daar met de bouw. Ja, natuurlijk kijk ik heel erg uit naar het meer en naar Frozen. Maar het duurt wel heel erg lang. Daarnaast zijn er ook nieuwe concept arts bekendgemaakt van het restaurant. Een Art Nouveau volgens mij heet dat concept. Ja, ziet er op zich wel leuk uit. Meet Disney. Geen Disney characters eraan. Wel character meet and greet Stijn's restaurant. Ja, dat viel te verwachten dat ze dat ook in dit park wouden gaan doen. Daarnaast, natuurlijk komt er een avondspectakel hier op het meer. Daar hebben ze, als het goed is, pontons overgenomen van Tokio. Van de Fantasmic Show die daar was. Als het goed is, wordt het hier geen Fantasmic. Dat vind ik ergens wel een tikkeltje jammer. Maar ze hebben wel verschillende showpontons overgenomen uit Tokio. Die voor deze show hier gebruikt gaan worden. En dan komt achter Frozen komt er, zeg maar, een soort haven backstage waar die pontons kunnen liggen. En dan worden ze in de avond naar buiten gebracht voor de show. Nu is het tijd voor Cars Roadtrip. Ik heb deze wachtrij nog nooit gezien buiten corona. Dus fijn dat alle spatschermen hier een beetje zijn weggehaald. Dat is echt een heel stuk fijner. Nu is het niet meer zo opgesloten. En ze kan je het eigenlijk een station zien zoals het bedoeld was. Cars Roadtrip zelf is natuurlijk niet de meest spectaculaire attractie. Maar ik vind het toch leuk dat de canyon bewaard is en dat we nog steeds die scène hier kunnen zien. In Orlando is die wel gesloopt voor Star Wars. En ja, hier hebben we hem nog. En ja, dat vind ik toch stiekem wel leuk, dat we dat nog steeds kunnen beleven en meemaken hier. En ik moet zeggen, sinds die Cars is, doe ik hem eigenlijk elk bezoekje wel minimaal 1 keer. Omdat het gewoon wel een lekker rustpuntje weer op je dag is. En er staat gewoon nooit een wachtrij, zelfs vandaag niet. En dat is gewoon super fijn. 5 minuutjes, volgende trammetje kunnen we instappen. Helemaal top. Tijd voor Rogier's favoriete attractie. Ah, hij is leuk. Favoriete dark ride. Hoor. Favoriete dark ride, oké. Tot nu toe, hè, want we hebben nog niet alles gehad. Dus. Dat is waar. 60 minuten normaal, 15 minuten Sing Rider. Tijd voor de Sing Rider. Blijft een hele fijne attractie, de Tower of Terror. Hier aan het grote plein wordt momenteel het podium ontmanteld. Er is een sloopvergunning aangevraagd, dus de verwachting is dat die echt volledig weggaat. Hier kan je wel wat vorderingen zien aan Avengers Campus. Ze gaan echt richting de laatste fase van teaming. Avengers Campus opent in de zomer. Geruchten gaan dat het 26 juni wordt. Ja, het ziet er steeds beter uit elke keer dat ik hier kom. Voornamelijk webslingers en natuurlijk ook de Ironman achtbaan. Oh. Avengers Campus, ik kijk er super naar uit. Maar het is nu eerst tijd voor Disney Junior Dream Factory.
een leuk klein showtje hier in de Walt Disney Studios. Die ik ja, best wel kan waarderen. Kijk, het is natuurlijk geen Lion King, Winters of the Bright Land. Het is ook geen Mickey the Magician, welke in april weer terugkomt in het Animagic Theater hier in de Walt Disney Studios. Maar ja, het is wel fijn dat er in ieder geval hier een showtje is die ook echt wel leuk is. Flinke verbetering tegenover de oude show. Maar hier kan je trouwens ook beter de ontmanteling van het podium zien. Ja, je zag dat er nog best wel wat staal achter zat. Oh, j'adore, c'était sur la fabrique. Oui, ce pute. Rotor, qu'est-ce que tu fais? Why are you always touching things? Did you touch my magic transfer apparatus? Ah, non, j'ai rien fait. Tu calmes. Tout est sous contrôle. Magic production warranty. Vous vous demandez ce qu'est la fabrique des rêves? Eh bien... Zo, dat is Disney Junior Dream Factory. Wat vond je ervan, Rogier? Nou, ik ben wel een beetje oud hiervoor. Daar moet ik heel eerlijk zijn. Het is echt gericht op kinderen. Dat is de target publiek. Maar de effecten, zeker die bellen maar ook. Ja. Het is wel meteen, je merkt dat het blijft levend, hè? Ja, ja, het is natuurlijk niet Rhythms of the Bright Lands, het andere park. Die hebben we gisteren al gezien. Hele toffe show. Wat vond je daarvan? Hoe was dat ook alweer? Dat is de Lion King van gisteren. Oh, die? Ja. Ja, ik dacht eerst dat Ravelijn was aan het begin, maar dat mag ik ook al niet zeggen. Er waren ook mensen bij zich, oh nee, oh nee. Nee, maar dat is wel een goede show. Komt door de acrobatiek dat die show goed is. Ja, het is bijna Broadway kwaliteit, die show, vind ik. En is dus ja. acrobatiek, maar wel het spel, de zang. We zijn natuurlijk in 2018 in New York geweest. Ja, en daar hebben wij Frozen gezien. Ja. Frozen op Broadway hebben we daar gezien. Ik wil weten natuurlijk. Ja. Ja, nee, ik moet zeggen, dat is die kwaliteit. Ja, ja zo... helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Ja, het is gewoon dat niveau. En dat, ik moet heel eerlijk zeggen, ik had niet in mijn leven nog verwacht dat ooit te zien. Toen ja, niet, ze hebben het hier in Disneyland Parijs. Doen ze het toch wel mooi in dit resort. De shows en dergelijke, die zitten gewoon echt heel goed in elkaar in dit park. Thank you.
tijd voor Dream and Shine Bright hier op Central Plaza. Ja, de beste plek om deze show te kijken is hier middenop, omdat je hier rondom allemaal podiums hebt. Je kan natuurlijk ook in Main Street gaan staan, daar komen ze langs gereden. Je kan uiteraard hier omheen gaan staan, maar het echte spektakel, daar moet je hier in het midden voor zijn. Zorg er wel voor dat je er op tijd bent, want het wordt hier afgesloten. En daarna sta je zeg maar hier vast ingesloten, want ja, de show is rondom je, 360 graden show. Super tof, maar je moet wel op tijd zijn, want ja, je kan er natuurlijk niet in en uit tijdens de show. Dat zorgt er wel voor dat het hier nooit echt veel drukker wordt tijdens de show. Oké, vandaag zijn er zat fans, is het hartstikke druk hier middenop zoals je ziet. Maar ja, op een wat rustigere dag, dan komen mensen nog aanlopen. En dan zien ze de show, dan gaan ze staan kijken. En dan, ja, hier middenop kunnen ze niet meer bij, dus blijft het hier rustiger. Ja, dit soort shows, deze Central Plaza shows die Disneyland afgelopen jaren heel vaak doet. Ook super goed te zijn, die kijk je het beste vanaf het middel. Oh, my God.
Jongen, Shine Brighter is echt een fantastische parade. Ja, echt heel erg tof. Wij gaan nu nog even Fantasyland in om even een klein attractietje te doen. Waarschijnlijk even de Storybook Boat Ride achterin Fantasyland bij Kees Junior. En daarna gaan we lekker de parade kijken waar al heel veel mensen voor klaar zitten, zoals je hier om me heen ziet. Disneyland Parijs in het donker blijft wel het meest magische moment van de dag. Disney Delight is echt een fantastische pre-show. En wat zijn die drones tof. Wat is het magisch mooi. Echt fantastisch dat ze dit
zo hebben gedaan. En heel spontaan, want dat was echt... We hebben een drankshow, alsjeblieft. Echt ja, fantastisch. Tijd voor Disney Illuminations. Dat was het einde van een heerlijke dag hier op 12 april 2022 in Disneyland Parijs. De echte 30ste verjaardag van het resort. Wat een toffe dag was dit, want de sfeer was er in de ochtend. Uiteindelijk hebben we nog best wel wat attracties kunnen doen door de dag heen. Hebben we eigenlijk gewoon een hele mooie, relaxte dag van gemaakt. Het is heel fijn dat Disney Illuminations weer terug natuurlijk is. Ik had ondertussen de show weer een paar keer gezien. Maar ja, het blijft een voor mij toffe show, vind ik nog steeds. Mag ondertussen wel vernieuwd worden. Maar daar hebben we natuurlijk de drone show voor. Wat eigenlijk natuurlijk gewoon een hele grote test is om later een nieuwe show te gaan introduceren met ja, een dagelijkse drone show in dit resort. Heel tof dat ze dit nu gedaan. Het staat nog een beetje in de kinderschoenen deze techniek, maar fijn dat ze het nu eindelijk kunnen toepassen in een Disney park. En ja, drones, wend er maar aan, want we gaan er nog heel wat vaker die dingen zien in een Disney park. Hier vanuit Disneyland Parijs wil ik jou heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Hè. Doei!